Minister Marie Levens van Onderwijs vindt het belangrijk dat er landelijk een gelijke klassedeler wordt gehanteerd. Het gaat hierbij om het maximaal aantal leerlingen per klas. De bewindsvrouw zei dit vrijdag op haar eerste werkbezoek aan Kommewijnen. Dus wat voor de stad geldt, geldt niet voor het district. Wat we in de stad gaan doen in Paramaribo Zuid, is we gaan zorgen dat die klassen net zo klein zijn als hier. We willen nergens meer dan 24 kinderen in een klas. In geen enkel district, maar ook niet in de stad. Want er zijn al scholen die het beter doen dan de openbare scholen, omdat ze maar 24 kinderen in de klas hebben. De openbare scholen mogen nooit bij de poort zeggen, we zijn vol. Daarom zitten al die kinderen bij ons op school. Nooit. En ik heb die instructie gegeven. Niemand durft te zeggen, je kan niet binnen doen. Wat moet dat kind gaan doen? Op straat rondlopen? Dat kan niet. Maar als je zegt, je mag ze niet buiten laten, wat gebeurt er dan? Dat is over voor de klas. Dus wat we gaan doen, is we gaan overal klassen van 24 jaar. En ook al kan ik in de stad niet bijbouwen, dan gaan we het op een andere manier doen. Daarom zeg ik, er is one size does not fit all. We gaan op elk gebied gaan we ons aanpassen. Onderwijsminister Marie Levens. Het aspect van klassendeler is een van de veranderingen die het ministerie wil doorvoeren in het onderwijs.